Wetlands zijn die gebieden waar land en water elkaar ontmoeten. Ja, waar water en land elkaar ontmoeten, daar ontstaat leven. 1 miljard van de mensen op aarde is direct afhankelijk van wetlands. Het is echt een levensader. Maar juist omdat er zoveel mensen zijn, staan die gebieden ook heel erg onder druk. Ik ben Femke Tonijk. Ik werk bij Wetlands International. We houden ons bezig met herstellen en beschermen van wetlands. Wetlands zijn eigenlijk een soort sponsen die water, als het te veel is, op kunnen zuigen. En dan houden de steden droge voeten. En als het weinig is, laten ze het eigenlijk weer vrij. Wetlands beslaan zeg maar 6% van het oppervlak op aarde, van het landoppervlak. Maar ze houden 30% van de natuurlijke koolstof vast op land. Als je ze verliest, en dat doen we sinds 1900 met 70%, dan laten ze eigenlijk al die koolstof die opgeslagen is, in bijvoorbeeld venen, die gaat gewoon weer de lucht in. En dat is ongeveer net zoveel als de scheepvaart en luchtvaart bij elkaar. En toch weet niemand dat. Dat is echt ongelooflijk. Het goede nieuws is dat je er ook wat aan kan doen. Want als je het omkeert en je herstelt die gebieden, dan legt het ook meteen vast. Ik wist niets over wetlands. Ik kende de Biesbos, ik kende het Waddengebied. Ik wist wel dat er gebieden waren waar water en land elkaar raakten. Maar dat ze zo ontzettend belangrijk zijn voor de wereld, wist ik niet. Ik ben Jasper de Boom en ik ben bestuurslid van stichting Cycling for Climate. Cycling for Climate is een stichting die zich inzet door middel van fietsevenementen om mensen bewuster te maken van de noodzaak tot verduurzaming. Een van onze belangrijkste evenementen die we organiseren is de Climate Classic. En we fietsen van Breda naar Groningen. En je zou kunnen zeggen dat alles wat links van die fietsroute ligt, dat min of meer beneden de zeespiegel ligt. Je zou het kunnen zien als een denkbeeldige kustlijn die nooit werkelijkheid mag worden. Ja, we hebben dit jaar voor de 5e keer de Climate Classic en we hebben bedacht dat we een donatiecampagne gaan inzetten. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om Wetlands International als goed doel te gaan gebruiken. En daar zijn we opgekomen door contacten met onze partner Doneer Effectief. Wat we hebben gedaan is samen met Cycling for Climate bekeken van welke doelen zijn en effectief en passen ook bij wat jullie in Nederland doen met de Climate Classic. Mijn naam is Bram Schaper en ik ben algemeen directeur van Stichting Doneer Effectief. Als je het hebt over doneren, dan kan je zeggen, ja, geven doen we al sinds mensenheugenis. Dat is op zichzelf niet iets nieuws. Maar wat wel nieuw is, is dat de laatste jaren er steeds meer wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijk bewijs is naar welke goede doelen en interventies nou het meeste bijdragen voor je gedoneerde euro. Wetlands International wordt als een effectief goed doel. Te meer ook omdat het zo'n onderbelicht onderwerp is. Veel mensen weten niet hoe belangrijk ze zijn. En daarom vind ik het belangrijk om dat onder de aandacht te brengen. Nou, Wetlands International is de enige organisatie die zich helemaal focust op het beschermen en herstellen van wetlands. En dat doen we op allerlei manieren. We werken gewoon direct aan herstel bijvoorbeeld. Altijd met lokale boeren en lokale overheden en bedrijven. We werken ook aan het creëren van de omstandigheden waardoor zo'n wetland, als je het hersteld hebt, dan ook echt beschermd blijft. Bijvoorbeeld door beleidsbeïnvloeding. En we doen ook leren tussen bijvoorbeeld Afrika, Indonesië, Azië en Europa. Waardoor je zeg maar, de innovaties die op één plek ontstaan ook weer op andere plekken kunt inzetten. Dus we hoeven niet elke keer overal het wiel uit te vinden. Wetlands International werkt in 20 landen. We hebben dus echt ook voeten aan de grond in die landen. We zijn op heel veel plekken echt al tientallen jaren actief. Dus ja, we zijn gewoon echt een heel betrouwbare partner voor de lokale mensen en de overheden. Die gewoon weten dat we ter plekke aanwezig zijn. En de situatie kennen en iedereen bij elkaar kunnen brengen. Deelnemers of geïnteresseerden kunnen via onze website campagnes.doneereffectief.nl geld doneren aan Wetlands International. We zijn straks, hopen we, met 2000 fietsers. Als iedereen van die fietsers geld ophaalt, ja, dan kunnen we een heel mooi bedrag bij elkaar fietsen. Als wij wetlands kunnen herstellen en beschermen, dat is eigenlijk een win-win-win situatie. Want wetlands zijn niet alleen belangrijk voor het tegengaan van klimaatverandering, maar ook om ons te beschermen tegen klimaatverandering. Mensen zijn ervan afhankelijk. Het geeft gewoon heel veel impact voor je euro's. Veel meer dan alleen klimaatverandering tegengaan.